Waarom heeft een meerderheid van de Nederlandse vrouwen een part-time baan? Hoogleraar arbeidseconomie Jan van Oers heeft met zijn Australische collega Alison Booth onderzoek gedaan naar de redenen dat in Nederland zoveel vrouwen een part-time baan hebben. Meer dan 60% van de werkende vrouwen heeft een part-time baan en maar 5% wil naar een fulltime baan. Waarom? Een van de redenen waarom ze blij zijn is dat ze een baan kunnen combineren met zorg voor de kinderen. Een andere verklaring is dat het blijkt dat als een vrouw langer gaat werken, dat ze dan wel iets minder doet in het huishouden, maar toch niet veel minder. Dus als ze een uur langer gaat werken, dan doet ze maar een half uur minder in het huishouden, omdat de partner niet taken overneemt. Dus er is als het ware een grote druk op een vrouw die langer wil gaan werken. Kijken we in Nederland anders tegen part-time banen aan? En Nederland is ook bijzonder in die zin dat hier in Nederland vrij positief over deeltijdwerk wordt gedacht. En dat komt omdat allerlei voorwaarden die aan een baan verbonden zijn, zoals recht op een uitkering, recht op pensioen, dat is in Nederland vrij goed geregeld. En er is wel discussie of dat part-time werkende mensen carrière kunnen maken. Dat is dan wat negatiever punt, maar over het algemeen wordt er positief over gedacht, omdat het eigenlijk vergelijkbaar is met een normale baan, alleen je werkt minder. In andere landen is het vaak zo dat als mensen een part-time baan hebben, dan is dat toch wat minder regulier werk, minder betaald werk. Niet zo'n mooie baan. En dus vakbonden in andere landen zijn al heel snel geneigd om te zeggen van we willen eigenlijk geen part-time banen, we willen echte banen. En Nederland is een part-time baan, is een echte baan, zij het maar dat je minder uren werkt. Hoeveel uren willen mannen en vrouwen eigenlijk werken? Dus we hebben aan mensen gevraagd, zou je eigenlijk langer willen werken of korter willen werken? Nou, het blijkt dat mensen die een kleine deeltijdbaan hebben, die willen eigenlijk iets langer werken. Mensen die meer dan een fulltime baan hebben, die willen iets korter werken. En ergens is er een evenwicht. Ergens is er een punt waarbij evenveel mensen langer willen werken als mensen korter willen werken. En bij mannen ligt het inderdaad iets boven de 30 uur, of 32, 33 uur. Bij vrouwen 21. Wat al aangeeft waarom vrouwen dan zo tevreden zijn over die part-time baan. Omdat kennelijk daar een voorkeur aan uitgaat. Waarom willen we zo graag korter werken? Wat willen mensen? Nou, die willen meer inkomen, meer vrije tijd. Ze willen van alles, willen ze meer. En kennelijk met het welvarender worden van de bevolking in Nederland hebben ze gezegd, nou, een deel van die welvaart die willen we toch terugzien in termen van vrije tijd. En wat dat betreft is Nederland niet uniek, want de arbeidstijd is behoorlijk omlaag gegaan, ook voor een voltijdwerknemer. Het werkt nu veel minder dan pak een beetje 50 jaar terug. Maar dat verschijnsel doet zich in alle landen voor. Nederland is wat extremer dan andere landen, maar het is niet zo dat in andere landen zich niet voordoet. Kennelijk met meer welvaart in economische zin, daar hoort een wat korter werken bij.